Oh, maar belastinggeld uitgeven kunnen ze hier echt heel erg goed. Ja, dat gaat naar allemaal diversiteitsprojecten, naar illegale hotels. En natuurlijk naar vergroening en verduurzaming. Pond bestaat 10 jaar. Onze wens? Met volle kracht nou, joh. Doorgaan. Doe eens rustig, joh. Ah! Hou de mooiste omroep van Nederland online. Ah. Word lid. Vieze roze flikkers. Nou, Annabel, het was een zomer vol liquidaties, geweld, gebouwen zijn beklad. Je zou denken, het stadsbestuur trekt zijn portemonnee om de problemen op te lossen. Is dat ook zo? Nee, in deze lieve stad waar hoop overal om ons heen aanwezig is en waar de rechtsstaat vooral je beste vriend moet zijn, wordt er eigenlijk geen poot uitgestoken om ja, met name dat messentrekken, de straatcriminaliteit en de overlast, om dat echt afdoende aan te pakken. En voor een deel is dat natuurlijk echt tekort bij de politie. Dat ligt niet bij dit stadsbestuur. Dat is gewoon de schuld van Rutte en Grapperhaus die dat kapot bezuinigen. Maar ja, wat we hier in de stad zelf kunnen doen, dat doen ze niet. En een van de dingen die we natuurlijk vrij gemakkelijk zelf kunnen doen is het invoeren van preventief fouilleren. Het is natuurlijk een beetje raar hoe dat gaat. Hè? Eerst wel, eerst niet, dan weer wel, dan weer niet. Ja, en een van de dingen die ik hoop dat de burgemeester gaat doen is hier gewoon echt in doorzetten. En ik hoop echt dat zij zich niet laat gijzelen door D66 en GroenLinks die dit om principiële redenen niet willen. In Zuidoost en ook hier in de buurt, de rivierenbuurt, vliegen de kogels je om de oren door drillreppende boze jongeren met een kort lontje. Ja, wat er nu hier gebeurt is dat we zowel muziek als gebieden aan het stigmatiseren zijn. Hè? Als je dit soort dingen benoemt, dan vinden ze dat hier stigmatiseren volgens GroenLinks. Daar moet je ook alweer mee uitkijken. Nee, maar die jongeren die zouden ontzettend baat hebben bij preventief fouilleren. Er zijn moeders in de Bijlmer die zeggen, joh, ik heb één zoon in de gevangenis, ik heb één zoon in het graf. Begin daar alsjeblieft mee, bescherm onze kinderen. Hè? En dat zijn gewoon de ervaringsdeskundigen, dat zijn moeders van kinderen in Zuidoost die hun eigen kinderen zien afglijden. Die zeggen, ja, waarom steekt hier niemand de poot uit? Ja, dat veiligheid van Amsterdam en van de Amsterdammers, ja, dat is toch echt wel de primaire taak van de gemeente en ook van deze burgemeester. En daar moeten we echt voldoende geld voor hebben. Want als ik naar de feiten kijk, de feitelijke uitgaven, lijkt het wel alsof het belangrijker is om Amsterdam van het aardgas af te krijgen dan om dit een veiligere stad te maken voor de bewoners. Ja, nou, dat bedoel ik. Het feit dat Amsterdam kost wat kost in 2040 van het gas af moet zijn. Hè? Het feit dat D66 en GroenLinks dat continu maar benadrukken, terwijl landelijk het in 2050 is. Ja, daarmee zou je dus heel veel geld kunnen vrijmaken, onder andere voor die veiligheid. Je coalitiecollega's die hebben wij ook benaderd voor een interview om hierover te praten. Maar geen van hun heeft tijd vandaag voor ons. Nee, maar de coalitiepartijen hier, dat zijn allemaal linkse partijen. En die praten überhaupt niet zo graag over openbare orde en veiligheid. Dat vinden ze als heel snel vinden ze dat stigmatiserend en kwetsend. En ja, voor je het weet speel je natuurlijk weer verkeerde sentimenten in de kaart. En dan gaan mensen maar zelf nadenken en zich onveilig voelen en op niet-linkse partijen stemmen. Dus op dit onderwerp kun je beter maar artis gaan en bij de struisvogels gaan staan. Ik denk dat dat een aardige weergave is van het veiligheidsdenken van de linkscoalitie. Amsterdam int behoorlijk wat belastingen. Waar gaat het geld dan wel naartoe als het niet hier naartoe gaat? Oh, maar belastinggeld uitgeven kunnen ze hier echt heel erg goed. Ja, dat gaat naar allemaal diversiteitsprojecten, naar illegale hotels en natuurlijk naar vergroening en verduurzaming. We gaan alles van het aardgas afhalen. En dat kost miljarden en daar betalen de Amsterdammers voor. En dan zit je dus in een aardgasvrije woning straks voor heel veel geld, waar je eigenlijk niet meer uit durft. Want ja, op straat ben je leven niet zeker.